Van harte welkom bij dit filmpje over de lijstgenerator. Met de lijstgenerator kunt u zelf rapporten samenstellen. En deze rapporten die kunt u opslaan, zodat u ze wanneer u maar weer wilt, kan gebruiken. U kunt heel uiteenlopende overzichten met de lijstgenerator maken. In dit filmpje laat ik u daar een voorbeeld van zien. We vinden de lijstgenerator bij management, veestapel en dan nummer 3, de lijstgenerator. Ik wil als voorbeeld een lijst gaan maken van alle koeien die niet drachtig zijn en nog niet geïnsemineerd zijn. Ik ga die lijst maken door hier een nieuwe lijst te creëren met de plus. Hier heb ik alle rubrieken staan en daarachter staan de beschikbare items bij die rubriek. U ziet dat dat steeds verandert. Mocht ik nou een item niet kunnen vinden, dan kan ik dat hier ook makkelijk opzoeken door te typen in het zoekveldje. Nou, als eerste wil ik op mijn lijst het diernummer hebben van het dier. Daarna een aantal voortplantingsgegevens. Zoals de lactatiedagen, kalfdatum. Het aantal inseminaties. En daarnaast een aantal zaken van de melkcontrole. De BSK. Lactatiewaarde. En ik wil nog iets van de melkmeter weten. Het 7-daags gemiddelde. Wat is dan nog meer belangrijk? Het is de status van het dier. Nou, waar kan ik die vinden? Stel ik kan hem niet vinden in het programma. Tik ik hier status. Zie ik hier heel mooi status staan. Er staan hier nog twee pijlen in het midden. Naar boven en naar beneden. En die pijlen kan ik gebruiken om de volgorde van mijn lijst te veranderen. U hoeft dat hier niet beslist te doen, u kunt dat straks ook in de lijst zelf nog doen. Maar het is wel zo makkelijk om de volgorde hier al goed te zetten. Dan ga ik naar volgende toe en dan kan ik hier een filter neerzetten. We hebben hier nu 118 dieren op de lijst staan, maar we willen natuurlijk alleen de dieren hebben die niet geïnsemineerd zijn en nog niet drachtig zijn. Met een plusje kan ik zo'n filter toevoegen. Ik ga dat weer doen op basis van de status van het dier. Oké. En dan wil ik dat die dieren gelijk zijn aan of gekalfd. Dat zijn de open dieren. Dan voeg ik nog een filter toe met een plusje. Dus het is belangrijk om hier voor of te kiezen. Gelijk aan drachtig negatief. Of gelijk aan verworpen of gelijk aan bewustrust. Zo, dan heb ik alle statussen van de dieren die niet drachtig zijn erin gezet. Nou, op dit bedrijf zijn er dan nog 26 dieren over. Kan ik deze lijst opslaan? Ik noem deze lijst bijvoorbeeld niet drachtig. En bij diersoort kan ik nog aangeven welke dieren ik op de lijst wil hebben. Wil ik ook vleesvee erop hebben? Wil ik ook jongvee op mijn lijst? Nou, dat is hier allemaal niet van toepassing. En bij weergave kan ik nog mijn printinstellingen veranderen of groeperen op basis van stalgroepen, zodat die onder elkaar komen te staan. Dit is dus mijn lijst geworden. Ik zie hier het diernummer, de status, het aantal dagen in lactatie, de laatste kalfdatum, aantal inseminaties dat dier heeft gehad, de BSK van de laatste melkcontrole, lactatiewaarde van de laatste melkcontrole en het 7-daags gemiddelde. Mocht ik nou het aantal inseminaties bijvoorbeeld daar willen hebben, dan kan ik die daar zo heen slepen. Hetzelfde is sorteren. Stel ik wil sorteren op status, alle gekalfde dieren zo bovenaan en vervolgens op lactatiedagen, dan kan ik dat doen door de shift in te drukken en dan mijn tweede sortering te doen. Nu staan alle dieren die gekalfd hebben, die staan op lactatiedagen gerangschikt. En hetzelfde geldt voor de bewustgruste dieren. Ik kan deze hele weergave opslaan met het diskettetje. Hier onderaan ziet u wat de gemiddelde of de totalen zijn. Een totaal dat wordt aangegeven met de som, de grote E. En het gemiddelde wordt aangegeven door die grote E, de som, gedeeld door het aantal.
Dus hier is het gemiddelde aantal dagen in lactatie van deze lijst 68. U kunt deze lijst printen door het afdrukvoorbeeld te openen. En u kunt deze lijst ook exporteren naar Excel door middel van deze knop hierbovenaan. Ik heb hier nu dus al het nietrachtige koeien op de lijst, maar ik wil het ook nog een stap verder brengen. Ik kan de instellingen van een lijst bij het potloodje wijzigen, dus dat ga ik hier ook doen. Wat ik op die lijst heb, dat laat ik verder staan. Maar mijn filter pas ik nog iets verder aan. Een koe die net gekalfd heeft, die vind ik namelijk niet zo belangrijk op deze lijst. Ik wil juist al die dieren zien die al veel langer in lactatie zijn, maar nog steeds niet drachtig zijn. Ik kan hier dan een extra filter kiezen met deze blauwe plus aan de linkerkant. Als ik daar bijvoorbeeld lactatiedagen kies, en ik geef aan dat dat groter moet zijn om 100 dagen, dan krijg ik hier alleen die dieren te staan die al 100 dagen in lactatie zijn, maar nog steeds niet drachtig zijn. Ik kan meteen al voltooien toe, ik hoef de rest niet langs. En dan heb ik hier mijn lijstje. Eventueel kan ik de naam ook nog even aanpassen. Niet drachtig. Meer dan 100 dagen. Zoals u heeft kunnen zien, kunt u met deze lijstgenerator dus op een heel flexibele manier lijsten creëren die volledig aan uw wensen voldoen. Bij bepaalde koppelingen is het mogelijk om deze lijsten ook meteen door te sturen naar de koeselectiepoorten. Mocht u vragen hebben of er zelf niet helemaal uitkomen, twijfel dan niet, maar neem dan contact op met onze helpdesk. Hartelijk dank voor uw aandacht.